Je kunt je de vorige aflevering nog wel herinneren. Ik was helemaal radeloos, want ik zou een etentje geven en zo kwam ik voor vleesadviezen bij de slager terecht. Het resultaat? Een zak met 15 verschillende soorten vlees. Nou, hè? Was even ingewikkeld, maar ja, het is gelukt. Eén zak met vlees. En dan moet je nagaan. Ik ben dus één klant, maar zo zijn er dus elke dag miljoenen mensen die naar slagerijen en naar supermarkten gaan om vlees te kopen. Dat zijn dus dagelijks miljoenen lapjes vlees. Kun je dat voorstellen? Miljoenen lappen vlees? Elke dag? Miljoenen lapjes vlees per dag. Dat betekent natuurlijk ook dat er miljoenen varkens en runderen moeten zijn om dat vlees te produceren. Nou, produceren koeien natuurlijk ook melk. En die melkkoeien en dat vlees, die hebben veel met elkaar te maken. We produceren in Nederland veel rundvlees, omdat we ook heel veel melk produceren. Dit zijn melkkoeien. Dat zijn koeien die er speciaal op zijn gefokt om zoveel mogelijk melk te geven. Nou, geeft zo'n koe niet zomaar melk. Daarvoor moet hij net als een mens een kleintje gehad hebben. En voor dat kalfje is die melk van nature bedoeld. Nou kan een kalfje natuurlijk mannelijk of vrouwelijk zijn. Nou, een stierkalf, daar heeft de boer niet zoveel aan. Dus die verkoopt hij voor de vleesproductie. Maar ze eerst nog een tijdje doorgroeien. Nou heb je melkveehouders en vleesveehouders. Die vleesveehouders kunnen die mannelijke kalveren wel goed gebruiken, want melkproductie interesseert ze niet. Voor hen moet het dier vooral geschikt zijn om vlees aan te zetten. Die vleesveehouders kopen kalveren op die andere veehouders niet nodig hebben of die speciaal voor de vleesproductie zijn gefokt. Elke dag worden er bij veehouders en bij veemarkten duizenden kalveren opgehaald. Die komen allemaal in dit soort verdeelcentra terecht. Nou, hier worden ze weer opgekocht door andere boeren om ze te laten doorgroeien tot zeg maar vleesleveranciers. Maar voordat die mensen een keuze maken, beoordelen ze die kalveren eerst op hun bouw en op hun gewicht. Want hoe klein ze ook zijn, daaraan kunnen ze nu al afzien of die kalveren wel of niet kunnen uitgroeien tot dikke vlezige stieren. Nou wordt niet iedere kalf uiteindelijk gehouden en gevoed tot zo'n grote vlezige stier. Het hangt af van zijn ouders en dus van het ras. Er zijn heel veel verschillende runderrassen. Je hebt typische melkveerassen, typische vleesveerassen en combinaties van beide. Omdat ze hier al heel snel kunnen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben, worden de dieren nu al op hun toekomstige vleeskwaliteiten geselecteerd. Of beter gezegd, gesorteerd. Soort bij soort. Kijk, hier kun je het verschil heel goed zien. Die zwart-witte, dat is de zoon van een melkkoe. Van een koe dus die speciaal gefokt is op het geven van veel melk, maar niet zozeer op het geven van veel vlees. Dat kun je zien aan zijn billen. Die zijn hoekig en lang niet zo vol als deze billen hier. Deze is dus duidelijk een zoon van ouders die speciaal zijn gefokt op het geven van veel vlees. Het zijn leeftijdsgenoten, maar hij is gewoon in aanleg een vlezig beest. Verschillende rassen kalveren, maar ook verschillende soorten vleesveehouders. De een houdt zijn dieren voor het kalfsvlees, de ander voor het volwassen stierenvlees. Het is maar net wat voor vlees de veehouder wil gaan leveren en waar hij zich in gespecialiseerd heeft. Deze kalveren die zijn niet echt al te vlezig, hè? Nee, dit gaat dus puur naar de kalvenvermesterij toe. Wat houdt dat in? Die gaan dus in de groepshuisvesting. Dat wil dus diervriendelijk zeggen rondlopen met 5-6 in een hok. En daar worden ze dus afgemest met melk tot een leeftijd van 28 weken. En dan gaan ze dus naar de slachterij toe. En als het nou dikke vleesstiertjes zouden zijn geweest, wat zijn, is dan mee gebeurd? Dat zijn zwaarderen en die gaan dus naar de stierenhouderij. Dat gaat dus tot anderhalf jaar. Die maar waarom, worden dus zwaarder gemaakt. Maar waarom worden deze dan niet tot stier opgefokt? Omdat deze dus de kwaliteit iets minder is als dus de echte stierenhouderij kalveren. Er zal toch nooit echt het vele vlees aankomen van een vette stier? Nee, dat gebeurt dus in dit geval niet. Omdat kalveren van nature niet allemaal evenveel vlees geven, worden ze ook allemaal op verschillende manieren gehouden en gevoed. Sommige kruisingen of rassen die kunnen nou eenmaal niet vleziger worden, ook al zou je ze nog zo lang en nog zo goed voeden. Het is eigenlijk net als bij mensen. De een wordt nou eenmaal langer of breder dan de andere. Dat is vastgelegd in de genen.
kalveren die dus afkomstig zijn van typische melkkoeien, die gaan naar de kalverhouderij en worden gehouden om het kalfsvlees. Ze moeten nog wel even doorgroeien, maar het blijft in principe vrij jong vlees. Kalveren die nakomelingen zijn van runderen die in aanleg veel vleziger zijn, die gaan naar een zogenaamde vleesveehouderij. Nou, na een jaar heb je dan dit soort kalveren, of eigenlijk kan ik inmiddels beter stieren zeggen. Deze stieren zijn weer een jaar later inmiddels uitgegroeid tot dit soort enorme bakbeesten. Moet je kijken, alleen al die nekken, die konten. Zo'n stier kan wel 1000 kilo wegen. Dat is dus ontzettend veel vlees. Dat is dus iets heel anders dan die leeftijdgenoten van hun die afstammeling zijn van melkkoeien. Nou, wat gebeurt er nou met die melkkoeien zelf? Als die nou na jaren op een gegeven moment toch minder melk gaan geven, dan gaan ze ook naar de slacht. Vleesveehouders zijn dus voortdurend op zoek naar beesten die veel en goed vlees leveren. Nou hebben houders van rundvee de extra moeilijkheid dat een hoop kalveren afkomstig zijn van koeien die niet op vlees, maar op melkeigenschappen zijn geselecteerd. Nou, bij varkens ligt dat natuurlijk een stuk eenvoudiger, want die hoeven niet gemolken te worden. Nee, daarbij gaat het alleen maar om het vlees. Die worden puur op vlees gefokt. En dat fokken, dat is een kwestie van net zolang de juiste varkensrassen met elkaar kruisen en daar weer de nakomelingen uit selecteren, totdat je zeg maar het ideale vleesvarken hebt verkregen. Maar hoeveel vlees één varken ook geeft, het liefst hebben we ook heel veel van die varkens. Hoewel er mensen zijn die niet van varkensvlees houden, is de vraag naar deze vleessoort enorm. Veel vlezige varkens betekent natuurlijk ook veel biggen. En voor veel biggen heb je weer veel vrouwelijke varkens nodig die veel nakomelingen geven. Zeugen die super vruchtbaar zijn en tegelijkertijd vlezige biggen ter wereld brengen. Super vruchtbare zeugen, die worden hier gemaakt. Nou ja, gefokt natuurlijk. En dat fokken, dat gebeurt op een heel secure manier. Er mogen hier bijvoorbeeld geen ziektekiemen in het bedrijf binnenkomen. En dat betekent dat iedereen die hier naar binnen wil, zichzelf eerst heel zorgvuldig moet ontsmetten. En speciale bedrijfskleding aan moet. Niets wordt aan het toeval overgelaten. En iedere besmetting door ziekte of bacterie van buitenaf wordt zo vermeden. Nou, dit zijn ze dan. De zeugen die dus speciaal gefokt zijn op het krijgen van veel kinderen. Nou worden hun kinderen niet opgegeten, nee. Ze laten die kinderen ook weer kinderen krijgen en die worden pas opgegeten. Dit zijn dus feitelijk de oma's van de varkens die gegeten worden. Dit is de oma-zeug die ze hier fokken. En dit zijn de biggetjes die zo'n oma-zeug kan voortbrengen. Laten we zeggen dat de oma-zeug in een worp 10 biggen krijgt. Nou, daarvan zijn gemiddeld de helft jongetje. Dus dan hou je 5 meisjes over. Nou, die 5 meisjes, die worden niet opgegeten. Nee, die laten ze ook weer biggen krijgen. Dat wil zeggen dat ieder meisje weer 10 biggen krijgt. Zo brengt 1 oma-zeug uiteindelijk 50 vleesvarkens voor. En dat ook nog eens een keer een paar keer per jaar. Nou zijn er om kindjes te krijgen niet alleen vrouwen, maar ook mannen nodig. Nou, daar hebben ze hier ook 1 van. Dit is Bert. En Bert is een beer, zoals dat dan heet. Een mannelijk varken. En Bert die wordt voornamelijk eigenlijk gebruikt om te kijken welke van die zeugen berig zijn, zoals dat heet. Welke kinderen kunnen krijgen. Nou, dat doen ze eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Ze laten Bert langs die zeugen heen en weer lopen. En als die dames in hun vruchtbare periode zijn, dan laten ze dat overduidelijk merken. Nou is het voor Bert onmogelijk om al die zeugen hier op de boerderij te dekken. Maar dat hoeft ook niet, want daar hebben ze iets heel slims op gevonden. Kijk, dit is een flacon met varkenssperma. En met dit soort flacons kan de varkensfokker net zoveel zeugen insemineren als die maar wil. Dat noemen ze kunstmatige inseminatie, oftewel KI. Dit sperma dat is afkomstig van een KI-station. Daar houden ze beren die speciaal voor dit doel zijn geselecteerd. Dat sperma dat tappen ze af bij die beren met behulp van een, zeg maar, kunstzeug.
Het aftappen van het zaad is op zich een fluitje van een cent. 10 minuten en klaar is Kees, of Bert, of Jan, of hoe al die varkens ook mogen heten. Maar daarmee is de KI-man nog niet klaar. Direct na het opvangen wordt gecontroleerd of het zaad wel genoeg levende zaadcellen bevat. Of het zaad dus gezond is, zodat ze zeker weten dat toekomstige inseminaties een succes zullen zijn. Nou, en dat alles dus met het doel om zeugen voor te brengen, waarvan ze weten dat als ze volwassen zijn, als deze dus bijvoorbeeld volwassen is, dat ze dan heel erg vruchtbaar zal zijn. Dat ze sterk genoeg zal zijn gebouwd om veel biggen te dragen tijdens de zwangerschap. En ook dat ze genoeg tepels zal hebben om al die biggen te voeden. Nou, en de biggen van deze big, daarvan weten ze weer zeker dat ze heel veel vlees zullen opbrengen als die eenmaal zijn opgefokt tot vleesvarken. Maar ja, om goed vlees te krijgen zijn er nog wel meer zaken van belang. Want een beest kan nog zulke goede vleeseigenschappen hebben. Hij moet natuurlijk wel gezond zijn. Een beest moet bijvoorbeeld goed te eten krijgen. Wat dat betreft zijn het eigenlijk net mensen. En over eten gesproken, als ik dit zo zie, dan begin ik zelf ook wel behoorlijk honger te krijgen.